ben aan het bidden met een Bijbeltekst en ik heb gesproken met Jezus. Het lijkt een zin uit een protestantse Bijbelgroep, maar eigenlijk is het het niet. Het is mijn ervaring met de Ignatiaanse spiritualiteit. En dat zijn twee dingen die ik heel belangrijk vind in mijn leven. Het protestantisme en de Ignatiaanse spiritualiteit. Mijn naam is Bastiaan van Rooyen, ik ben nu 30 jaar oud. Ik ben protestants opgevoed vanuit een familie die daar veel aan deed. En daar heb ik heel veel uit meegekregen. Mijn ervaring vanuit het protestantisme, hoe ik daar geleerd heb wat God is, hoe God liefde is, hoe mij dat heeft mij geholpen eigenlijk met mijn hele leven. Ik ben daar heel dankbaar voor. Dat is iets wat ik iedere dag koester. Een aantal jaar geleden ben ik iets tegengekomen wat het mij ook verrijkt heeft, juist vanuit het protestantisme, en dat is de Ignatiaanse spiritualiteit. De Ignatiaanse spiritualiteit heeft mij geholpen om dichter bij God te komen. En dat is iets wat ik graag met u wil delen. Dat is een ervaring die voor mij heel belangrijk is. En het leuke is dat ik juist van mijn protestantse achtergrond heb kunnen zien wat de raakvlakken zijn tussen de Ignatiaanse spiritualiteit en het protestantisme. En hoe ik juist zo geraakt ben door de Ignatiaanse spiritualiteit, omdat ik die gevoeligheid heb voor een aantal thema's die ik meegekregen heb vanuit mijn protestantse achtergrond. Er zijn denk ik hele belangrijke historische raakvlakken als we kijken naar de figuur van Ignatius en de belangrijke figuur binnen het protestantisme, Luther. Dan zie je dat beide hebben geleefd in dezelfde periode. De lastige periode tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd in. Beide zijn mensen die heel duidelijk door God geraakt zijn. Ignatius beschrijft dat hoe hij op een gegeven moment was hij bij een rivier en opeens had hij een godservaring, was alsof hij alles nieuw zag. Luther lijkt een soort zelfde ervaring te hebben, hoe hij opeens besefte gered te zijn, gerechtvaardigd te zijn door het geloof. En hij beschrijft dat als die opeens leek alsof de poorten van het paradijs geopend voor hem waren. Dus beide zijn mensen die geleefd hebben vanuit die diepe godservaring. Beide hebben dat gedaan op heel verschillende manieren, maar beide hebben een besef gehad, ik wil de kerk helpen, ik wil andere mensen helpen met mijn godservaring. De ene heeft dat gedaan binnen de kerk, de andere heeft dat gedaan binnen een andere kerk, de Lutherse kerk. En dat zijn hele andere paden, maar er zijn hele belangrijke overeenkomsten. Historische overeenkomsten, maar nog belangrijker, de spirituele overeenkomsten die er nu ook nog zijn en die ik zelf ervaren heb. En daar wil ik het graag met u over hebben. En dat wil ik doen aan de hand van vier onderwerpen, vier dingen die belangrijk zijn binnen zowel het protestantisme als de Ignatiaanse spiritualiteit. Het eerste is de Bijbel. Het tweede is het geweten, hoe mensen omgaan met hun vrijheid. Het derde is genade en het vierde en laatste punt is bekering. Dit zijn eigenlijk vier raakpunten die vanuit het protestantisme ik herkend heb in de Ignatiaanse spiritualiteit en die mij geholpen hebben iets van die ervaring van God uit te diepen, zo God te ervaren. En dat wil ik graag met u delen.